altijd zo ingewikkeld? Waarom altijd zo moeilijk? Waarom kunnen we niet gewoon een huistuin- en keukenkastje gebruiken als kernreactor? Moet toch ook kunnen? Ik bedoel, het is 2015. Yo, Vaku Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Ticket hier op Vaku Games. En jongens, ik heb vandaag samen met jullie een missie. En die missie is dat ik samen met jullie een kerncentrale in elkaar wil gaan knutselen. Doen we gewoon eventjes hier op Vaku Games, moet toch kunnen? Ik bedoel, altijd als ik op televisie een kerncentrale zie, dan zie ik van die mannen in witte pakken op 100 miljoen miljard knopjes drukken. Volgens mij is dat allemaal gewoon voor de show. Volgens mij is dat allemaal voor de nep. Volgens mij is dat allemaal gewoon om lekker een beetje interessant te doen. Ik wil vandaag samen met jullie een kerncentrale knutselen. Waarom? Gewoon omdat het kan. En omdat ik ondertussen zoiets heb van... Die zonne-energie, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar s'nachts heb je er natuurlijk geen ene klot aan. Dus, kernenergie. Dat is de toekomst. Dat is wat ik hebben wil. Ik heb natuurlijk de vorige keer ook tijdens jullie het avontuur in de grotten... een heleboel uranium gevonden. Nou, daar moet ik ook ergens kwijt. Ik bedoel, uranium kan je ook niet ergens op een plank neerleggen. Dat is ook gewoon heel erg gevaarlijk. Dus dat gaat in de metalen kist. Hopsiek idee. 29 uranium oor. Tijd dat we daar ondertussen eens een keertje wat mee gaan doen. Maar, nu is de grote vraag... Hoe knutselt men een elektriciteitskerncentrale? Hoe doe je dat? Ik heb nooit op internet een handleiding kerncentrale knutselen gezien. Dus gelukkig hebben we dan Minecraft Ticket om ons te redden. Want in Minecraft Ticket kunnen we gewoon intypen wat we hebben willen. En dan krijgen we het recept er zo uitrollen. Ik wil dus hebben een nuclear... Ja, deze. Nuclear reactor. Dat is wat ik hebben wil. Gewoon via de postorder. Daarvoor hebben we nodig een generator. Oké. Dan is het vast niet heel erg moeilijk, want die kunnen we nog wel maken. Een advanced circuit. Juist, hoe gaan we dat nou weer... Oh, dat ziet er ook niet zo heel ingewikkeld uit. Als ik heel lelijk ben, is dit best te doen. We moeten eerst een electronic circuit hebben. Eerst een electronic circuit. Dan moeten we er een paar van hebben. Nou, dat kan ik wel in elkaar knutselen. Dat is niet moeilijk. Dan hebben we gewoon voor nodig... ijzer. Ijzer, please. Ga me niet vertellen dat ik nergens ijzer heb liggen. Ik heb vast nog wel ergens ijzer. Hier heb ik een beetje. Dat is niet heel veel, maar wel een beetje. Ik heb hier zelf nog in een hele zak liggen. Zit daar geen ijzer in? Jawel, tuurlijk. Hier, hopstukje idee. Dat ijzer hebben we nodig. Dan gaat dat hierin. Hopstukje idee. Dat kan even bakken. Dan hebben we nodig. Redstone heb ik. Circuit dingen heb ik ook nog wel ergens liggen. Waar heb ik die dingen gedropt? Ik weet dat ik een hele lading met van die deze... Hier, koperen kabels. Die hebben we nodig. Dan hebben we nodig deze. Dan hebben we er 4, 5. Laten we er een paar pakken. We moeten sowieso eerst eventjes die circuits in elkaar knutselen. Dus dan hebben we dat maar vast gedaan. Dan hebben we daar... Deze dacht ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat zijn die. Eentje in het midden. 1, 2, 3, 4. Kom op, is niet moeilijk. En dan 1, 2, 1, 2. Dat zijn die. 1, 2, 1, 2. Wel goed tellen, Vaco. Electronic circuit. Die hebben we dus nodig. En die moeten we gaan upgraden. Maar hoe deden we dat ook alweer? Voor een nuclear reactor heeft men nodig een advanced circuit. Dat is glowstone dust, redstone en lapis lazuli. Is het toch maar mooi dat we tijdens de livestream lapis lazuli hebben gevonden. Dat zit ergens in mijn kist. Ik weet alleen niet precies waar. Ik heb het ergens gedumpt. Ergens. Hier. I knew it. Lapis lazuli... Was heel zeldzaam, maar nu niet meer. En wat hadden we nog meer nodig? Glowstone dust, hè? Geen 85 diamonds, glowstone dust. Heb ik echt geen glowstone? Jawel, natuurlijk heb ik glowstone dust. Heb ik een idee? Jullie komen er even uit. Kom maar uit de kist en dan gaan jullie erin. Want glowstone dust is ook wat we nodig hebben. Dan 1, 2, 3, 4. Dan moeten er meer van. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, een heleboel. Dan die in het midden. Die daar, 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 die daar. En dan redstone. En die hebben we niet meer. Wat heb ik met... Oh, daar. Was ik bijna al mijn redstone kwijt. 1, 2, 1, 2. Is dit niet goed, niet? Tuurlijk is het wel goed, wel. Ah, dat moet omgekeerd. Ah, dat moet omgekeerd. Dat maakt er niet uit, dan draai je dat ding toch gewoon een kwartslag. Is dat nou zo ingewikkeld voor die machine? Dat die dat niet snapt, jongen. Wat een domme machine. Een domme kerncentrale. Dan moet hij gewoon hier... 1, 2, 1, 2. Wat doe ik nou weer verkeerd? Glowstone, ah!
Wees maar blij dat ik niet in een kerncentrale werk, jongens. Dat zou echt levensgevaarlijk geweest zijn. Huppakee, zo, zo. En dan doen we er hier ook nog eentje. 1, 2, 1, 2, want we willen er natuurlijk wel vier. En dan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nee, de vacuüm in de kerncentrale laten werken. Slecht plan. Maar gelukkig kan ik wel hier thuis mijn eigen kerncentrale in elkaar knutselen. En die kunnen we waarschijnlijk ook wel laten ontploffen. Want ik gok dat die behoorlijk hard boom gaat doen. Dan hebben we nodig. Nuclear reactor. Advanced circuit hebben we. Dan. Advanced alloy hebben we nodig. Advanced alloy is een mixed metal ingot. Refined iron, brons en tin. Ook niet heel moeilijk. Brons. Heb ik ook nog wel ergens liggen? Ik heb ergens brons. Hier. 1, 2, 3. Daar hebben we er 4 van nodig. Dus 12 in totaal. 12 die. Dan tin. Waar heb ik de tin gelaten? Ik heb ergens tin. Hier. Daar is tin. 12 tin. 8, 1, 2, 3, 4. Hapsakidee. En refined iron. Nou, heb ik er gelukkig net een hele lading van hierin gemikt. Dus daar komt allemaal wel goed, jong. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wie had geweten dat kerncentrales in elkaar knutselen zo leuk zou zijn? Ik hou van kerncentrales. Die zijn altijd zo lekker warm. Hoppa. Mixed metal. Ook ergens zelfs een dubbele. Wat aardig. Wat aardig, ingot. Dan gaan we die hierin doen. Alloy furnace. Hoppakee. Bakken die meuk. Waarom niet? Waarom wil hij niet? Ga gewoon bakken. Waarom wil hij niet? Ik heb potverdorie een alloy furnace hier neergezet. Stam ding. Oh wacht, moet hij niet eerst gecompressed worden? Eerst compressen en dan in dat machinetje. Zo werkte dat volgens mij. Ja, hier. Eerst dus in elkaar drukken en dan heb je een compressed alloy. En wat moeten we daarmee doen? Oké, advanced alloy hebben we. Reactor chamber. Dit wordt moeilijk. Een reactorkamer. Kunnen we niet gewoon een kast van IKEA kopen? Dan kunnen we die gebruiken. Dan kunnen we gewoon alle kerncentrales daarin laten doen. Waarom altijd zo ingewikkeld? Waarom altijd zo moeilijk? Waarom kunnen we niet gewoon een huistuin- en keukenkastje gebruiken als kernreactor? Moet toch ook kunnen? Ik bedoel, het is 2015. Al dat soort ingewikkelde dingen. Het is allemaal zo 2014. Ik wil 2015 hebben. En ik wil... Ja, dit duurt ook veel te lang. Ik wil dus hebben een gewone kast. Laten we eerst voor de generator gaan. Iron furnace. Oh, dit is allemaal niet zo ingewikkeld. Dat kan ik. Dan heb ik deze nog even voor nodig. Dan maken we daar een iron furnace van. Hoppakee. Iron furnace. Generator was verder. Refined iron erbovenop. En een batterij. Een batterij heb ik ook nog wel ergens liggen. Gok ik. Jawel, hier zie je wel. Rechargeable battery. En deze. Dit is allemaal zo makkelijk, jongen. Zie je wel dat kerncentrales heel makkelijk zijn? Ik zei nog zo aan het begin van deze aflevering. Het is allemaal voor de show. Al die rare witte pakken is allemaal overdreven. Deze eronder voor een generator. En dan gaan we hier eventjes al onze delen bij elkaar doen. Een generator. Advanced circuit. Dit hebben we nodig. Hebben we er 4 van nodig. Die stoppen we er ook bij. Hier... Advanced alloy. Dan. Wat nog meer? 2 van deze. 2 reactor chambers. Hoe moeilijk kan dat nou wezen? Nog meer! Ja, maar daar zijn ze die niet bij. Die kunnen we natuurlijk niet. Nee, dat kan natuurlijk weer niet. Nou, ho, 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 ho. Machine, stop. Nee, machine, je gaat veel te hard. Machine, rustig. Machine gaat veel te hard. Oh shit. Koper. Ja, hebben we nodig. Koper, 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 koper. Die erin. Oh. Rustig aan, machine. Brons, ook goed. I'll take it. Brons is goed genoeg. Dan hebben we verder nog nodig. Deze. Advanced die. Hoppakee, kom hier. Hebben we er zat? Nee, stop. Oh, stop, machine. Stop, stop, stop. Machine, stop. Stop, stop, machine. Stop. Oh, stop. Paniek, 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 paniek. Nee, geen paniek. Oh, rustig. Rustig aan. Als je met kerncentrales speelt, waarom kan dit dan weer niet? Racisme. Wat hadden we nog meer nodig? Tin hadden we nodig. Ik had er nog meer tin. Waar is mijn tin gebleven? Ik had tin ergens. Hier. Tin. Dan hebben we die. Wat hebben we verder nodig? We moesten hebben... Refined iron bovenaan. Zo. Ik heb er vast wel een paar nodig, dus ik maak er wel wat meer. Gewoon voor het gemak. Zo. Tin eronder. Zo. We maken 2. 6. Ik had er nog een paar en dan maak ik gewoon nog eentje. Voor het gemak. Gemak dient de mens, toch? En als het even zo doorgaat, dan hebben we een kernreactor die de mens dient.
Tin Nugget. Ga weg. Hij doet niet de Tin Nugget. Ik heb dit nodig. Advanced Alloy. Daar hebben we er weer 4 van. Compress die meuk me weer. Deze hebben we nodig voor daar. En wat hadden we nog meer nodig? We hadden nodig een... die hebben we. Advanced Alloy. Machineblok. Was ook niet ingewikkeld. Hebben we er ook maar 2 van nodig. 1, 2, 1, 2, 1. Het is allemaal zo... Wie zegt dat kerncentrales moeilijk zijn? Ik niet hoor. Ik vind het allemaal heel erg makkelijk. 2 machineblocks. Die kunnen er ook naast. Doempie doempoem. Ik ga gewoon hier in Fort Vaco mijn eigen kerncentrale in elkaar flansen. Dan hoef ik ook geen elektriciteitsrekening mee te betalen. Want dan maak ik gewoon mijn eigen energie. Reactorkamer. Deze. Integrated reactor plating. Nog meer van die troepen. Are you kidding me? Maar het is niet moeilijk. Koper. Ah, maar dat is easy peasy, man. Dat is hartstikke easy. Je weet het zelf, G. Hebben we gewoon koper nodig. Dat hebben we ook nog wel ergens liggen. Dit is weer typisch. Allemaal helemaal vol met allemaal troep. Niet wat ik nodig heb. Koper. Hoeveel hadden we er daarvan nodig? Van die apparaten moeten we er 1, 2, 3 hebben. Maar we hebben 2 keer nodig. Dus moeten we er 2 maken. Dus 6 in totaal. Dan gaat al mijn alloy weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Integrated reactor plating. I like die dingen. Oh, die kunnen natuurlijk niet bovenop elkaar gestapeld worden. Hm? Nee, natuurlijk niet. Platte platen. Tuurlijk kunnen die niet bovenop elkaar. Zou veel te ingewikkeld worden. Hapstikke idee. Die gaan er dan onder. 1, 2, 3. Ik hoop dat er ruimte genoeg is. Hoppa. Dan. Laat me raden. We hebben er nog één nodig. Voor dit. Hé, hey, niet eens. Oh, jawel. Om nog een advanced circuit. Ingewikkelde toko. Advanced circuit. Nou, dan maken we er ook nog maar eentje van. Hm? Gelukkig weet ik nog hoe dat moet. Dat heb ik onthouden. Dat was namelijk 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan 1, 2 in het midden. Mars Redstone daar. 1, 2, 1, 2. 2 van deze. Dan hadden we nodig. Hoe moest het ook weer? Zo, zo. Zo. Zo, zo, zo. Moet even nadenken, jongens. Deze, 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 deze. Ja, hier. I knew it. Ik ben gewoon goed in kerncentrales bouwen. Als Vaco Games ooit eens een keertje stopt, dan ga ik gewoon in de kerncentrale bouwbusiness. Why not? Als iemand een kerncentrale nodig heeft, bel me maar. Nederlandse regering, als jullie kerncentrales nodig hebben, zoek niet verder, maar kom bij de Vaco. Koelcel, watercel. Water. God, dan haak ik elke keer. Dan denk je dat je er bijna bent en dan moet je nog 100.000 stappen verder zetten. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, dat zijn er een heleboel tegelijk. Mooi. Daar scheelt weer, G. Daar scheelt weer. Emmertje. Emmertje, 2 emmertjes water halen. Ik heb er 4 nodig, dus... Gelukkig ga ik 2 keer heen en weer lopen. Ik is niet lui, dus ik ga gewoon 2 keer. Ik ga 2 keer emmertje water halen. Daar een emmertje en daar een emmertje. Dit gaat gewoon lukken, jongens. Die octopus is nu al radioactief. Even wachten, octopus. Totdat ook echt daadwerkelijk de kerncentrale er staat. Dan mag je radioactieve dingen gaan doen, eerder niet. Laten we dat afspreken met elkaar. Deze doen we hier. Die coolant cel. Die coolant cel. Er moest nog wat mee gebeuren. Oh, dat wordt een wat langere aflevering, jongens. Maakt niet uit. Is alleen maar leuk. Dan... coolant cel moet geelectrolyte worden. Wat kan hier dan weer in? Nee. Waar moet het dan in? Hierin. Er was een manier om zo'n coolant watercel te elektro... Ja, hier. Extractor. Wat haalt dit er dan uit? Is dit goed? Is die goed of is dit niet goed? Uh-oh. Coolant cel. Ja, heel goed. Watercel voor een coolant cel. Dan moeten we er nog zo meteen eentje maken. God, non de nake, non de jus. Dan gaan we er gewoon nog eentje halen. We halen gewoon weer water. De hele rivier ondertussen leeg. Geen vis die kan meer overleven. En dan wennen ze er maar van staan. Want als het eenmaal die kerncentrale er staat, dan kan er ook geen visje meer leven. Daar wordt heel gevaarlijk. Deze doen we hiernaast. Hop, watercel. Watercel. En die doen we daar wel bij. Coolant cel. Kan ongetwijfeld ook niet stekken. Tuurlijk kan dat niet stekken. Dat zou veel te makkelijk zijn. Die erbij. Hop, dan dumpen we deze hierin. Coolant cel. Coolant cel. Nog 2. Please.
Schiet eens een beetje op. Stom ding, werk eens een beetje door. Diamonds kan ik ook. Wat moet ik aan al die diamonds, man? Ik heb geen ruimte meer voor al mijn diamonds. God, veel te hard. Wat kan ik in de tussentijd nog even regelen? Advanced circuit hebben we. Reactor chamber. Integrated reactor plating. Daar moeten we er ook nog wel meer van maken. Advanced circuit. Daar hebben we er gelukkig maar één van nodig. Dus dit moet lukken. Dit moet lukken. Coolant cell nemen we mee. Dan hebben we nodig. Om zo'n ding te maken. Die. Een integrated reactor plating. Die moet erop. Koper. En wat moest die boven? Een advanced circuit. Dan hebben we een integrated heat dispenser. Dat is de eerste die we nodig hebben. Maar daar hebben we er twee van nodig. Dus, nog eentje. Deze hebben we ook nodig. Hop. Coolant cell. Dit is niet zo ingewikkeld. Het kost alleen veel tijd. Het is niet moeilijk, maar het kost gewoon veel tijd. En dat is eigenlijk met alles in het leven zo. Integrated reactor cooling, want we hebben twee van die reactorkamers nodig. Dan moeten we meer van deze hebben. Integrated reactor plating. Hoe gingen we dat nou ook weer fixen? Hoe moesten die ook weer? Integrated reactor plating. Oh, dat was ook niet moeilijk. Dat was gewoon die en die eromheen. Dus dan moeten we er sowieso meer van hebben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik weet niet hoeveel, maar ik neem er gewoon een paar mee. Die daar. Dit zou wel voldoende wezen, toch? Jawel. Tuurlijk is het niet voldoende. Maar dat zien we dan wel weer. Integrated reactor cooling hebben we. Integrated heat dispenser hebben we. We hebben nog een aantal van die advanced alloys hebben we. En nu. Reactor chamber. We gaan er gewoon eentje maken. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Advanced circuit in het midden en die eronder. Wat denk ik nou verkeerd? Ik heb echt het geheugen van een goudvis. Oh, machine block. Juist, een machine block in het midden. Zo, reactor chamber. Boom, hop, ze vlot staat idee. Nee, niet boom. Ho, niet boom. Straks boom, niet nu nog al. Straks boom, niet nu. Zo hard dat dit ding gaat ontploffen, dat is echt bizar. En uiteraard hebben we weer te weinig. Dus maken we er gewoon nog een paar. Hey, ik had er al op voorbereid. We doen het gewoon nog een keer. Gewoon nog een keer met onze jonge heer. Oh, te weinig. Dan pakken we gewoon nog eentje. Deze erbij, electric furnace. Nou, dan moeten we even wachten. Pompidompom, we zijn pas 17,5 minuut bezig. Doe jullie in de tussentijd even een like, jongens. Laten we proberen of we de 2000 likes kunnen halen op deze aflevering. Het is een wat langere aflevering, het moet maar. Is op zich niet zo heel erg. Want dan hebben we ook eens een keertje echt iets gedaan, zeg maar. Niet dat we de andere keren niks gedaan hebben, maar you get my point. Wat een heerlijk glaasje water is dit. Als er een prijs zou moeten bestaan voor het lekkerste glaasje water ter wereld, dan zou dit dat glaasje water geweest zijn. Echt waar. Dat is geen grapje. Ik jok niet, nee. Tin, dan kan ik dit in de tussentijd vast doen. Oh, er zit nog in. Oh, mooi. Handig, hé. Nog eentje. Hup, dank u. Dan die. En dan, nee, niet zilver. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bam, mixed ingot. Die gooien we daar weer in. In de compressor, zodat die weer samengedrukt wordt tot één nieuw metaal. Dan, ja, laten we er nog maar een maken, hè. Ik heb er ongetwijfeld nog wel een nodig. Gok ik. Elke keer als ik denk dat ik er genoeg heb, heb ik het tekort. Ik weet niet wat deze game met mij heeft. Of wat deze game tegen mij heeft. Maar Minecraft Techit en Minecraft in het algemeen mogen mij gewoon niet zo erg. En dat is helemaal niet lief. Wat hebben we nu allemaal? We hebben één zo'n kamer. Moeten we er nog eentje hebben? Zo moeten we meer machineblokken hebben. Wacht, één hadden we er nog? Eén machineblok? Want die zit namelijk in dat andere kastje. Reactor chamber. Heb ik eigenlijk alles behalve deze advanced alloy. Dus we kunnen nog een reactor chamber maken. Want er waren er nog twee. 1, 2. Nog een reactor chamber. Dan. Wat is de volgende stap? Reactorkamer. Generator. Advanced alloy. Advanced circuit hebben we. Alleen hier nog op wachten. Denk ik. Alleen deze nog doen. En dan zijn we klaar. Tenminste, dan hebben we één reactor en die ga ik niet aansluiten voordat ik jullie tips heb gekregen. Dus dat gaan we waarschijnlijk morgen tijdens de livestream doen. Ik ga niet zomaar ergens een kernreactor neerzetten en ik ga er niet zomaar mee lopen spelen. Ondanks dat ik altijd op televisie zie dat het heel makkelijk is.
Maar altijd als je dingen op televisie ziet, dan lijkt het allemaal veel makkelijker dan het in werkelijkheid is. Oh, wacht hier. Nog eentje. Dat kan, want ik heb er nog eentje over. Komt u maar. Komt u maar. Zie je dat het goed was dat ik de laatste twee nog even gepakt heb? I knew it. Ik word gewoon happy van dit. Ik word er gewoon happy van dat ik weer iets nuttigs gedaan heb in Minecraft Tekkit. Daar word ik blij van. Advanced Alloy. Die gaat daar. Daar gaat koper omheen. Dan hebben we nog één Integrated Reactor Cooler ding. En dat was hem, volgens mij. Generator in het midden. Circuit en circuit. Daarboven heb ik zelfs te veel circuits gemaakt. Kan nagaan. Integrated Reactor Cooler. Nee. Zo werkt het niet. Advanced Alloy. Ga me niet zeggen dat ik te veel heb gemaakt. God, non de nakes, non de ju, jong. Ik heb er eentje vernacheld. Oh man, dat meen je. Wat een stom ding. Ik wil nooit in mijn leven thuis een kerncentrale hebben. Nooit, never, nada niet. Wat een stomme dingen. Altijd als je denkt dat je er eentje hebt, dan heb je er geen één. Want dan duurt het weer te lang. Hoppakee, nog eentje dan. Ik dacht echt dat ik er zo eentje nodig had. Blijkbaar niet. Echt, Nederland moet zo blij zijn. Zo blij zijn dat ik nooit van mijn leven in een kerncentrale zal werken. Hoger te schoonmaken, maar zelfs daar willen ze me waarschijnlijk niet voor hebben. Deze moeten we dan zometeen eromheen doen. Dus dat is 1, 2, 3. Daar komt de laatste. En de reactor chambers wil ik als laatste doen. Die wil ik pas op het eind. Komt u maar, dank u. Advanced Alloy. Waar is mijn Advanced Alloy? Daar. Reactorkamer 1. Reactorkamer 2. En dan hebben wij in elkaar geknutseld, hier in Minecraft Tekkit, helemaal zelf, een nuclear reactor. Bam! Nee, niet bam. Ik hoop geen boom. Als die... Waar is die nou? Oh, daar. Hij is verdwenen. Een nuclear reactor. Laat de sirene maar eens draaien, want... Ik denk niet dat dit goed af gaat lopen. Ik denk het oprecht niet. Maar Faco Gamers, ik heb jullie hulp nodig. Morgen tijdens de livestream. Morgen tijdens de livestream wil ik deze kerncentrale samen met jullie ergens gaan neerzetten en ik wil hem gaan aansluiten. Daar heb ik echt jullie hulp bij nodig, want dat kan ik natuurlijk nooit in mijn eentje. Ik kan het wel doen, maar dan ontploft hij de hele boel en dat zou zonde zijn van al ons harde werk. Dus hopelijk zijn jullie er morgen ook weer bij de livestream van Minecraft Tekkit. 6 uur hier op Faco Games. Doe eventjes een like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik jullie te zien morgen bij de livestream. En anders bedank ik jullie voor het kijken. Ik bedank jullie voor het liken. En tot morgen bij meer Minecraft Tekkit hier op Faco Games. Mazzel!